van leur een drie punten maar een hele moeizame verwinning. absoluut maar ja uh, het is een begin zullen we maar zeggen uh, we hopen daar een vervolg aan te geven uh, maar dat het moeizaam is uh, dat, dat wisten we dat wisten we twee weken geleden uh, dat, dat weten we eigenlijk al een heel seizoen dus het komt niet allemaal als een verrassing maar met name ook moet je even rekening houden met uh, uh, een aantal oorzaken waardoor het, het moeilijk gaat. Uh, we hebben een verdediging moeten ombouwen. We hebben daar spelers in staan die uh, weinig of geen uh, wedstrijdritme uh, hebben. Uh, competitieverband dan bij de eerste. Nou, dan heb je ook nog Mitchell uh, Keulen die centraal uh, moet spelen, die eigenlijk linksback altijd heeft gespeeld. Nou, uh, ik had voor Jannes centraal kunnen kiezen of voor Niels. Uh, maar dan ga je een hele hoop spelers uh, in posities brengen waar ze zich niet prettig voelen op dit moment. Dan heb ik voor deze optie gekozen. Nou, Uiteindelijk pakt het goed uit. Maar uh, de schoonheidsprijs, die hebben we vandaag uh, denk ik even aan niemand anders gegeven. Want er is gewoon puzzel achterin. En nu mis je aanstaande vrijdag ook nog de helker je aanvoerder. Ja, maar goed, dat is in deze fase van de competitie, uh, als ik vanavond de uitslagen even zie, want even snel gehoord, dan uh, denk ik van oei. Uh, dus in deze fase van de competitie krijg je de meest vreemde uitslagen. Uh, door schorsingen, door blessures. Uh, nou, uh, we hopen weer uh, wat mensen terug op het trainingsveld uh, te verwelkomen, waardoor dat we misschien wat meer mogelijkheden hebben. Maar dit is de situatie waar we in zitten en daar moeten we mee omgaan. Waren het ook nog vandaag een beetje de naweeën van afgelopen vrijdag? Dus uh, niet zo'n goede spel, laat ik zeggen. Wat dacht je bij de 0-1? Nou ja, goed. We hebben het tijdens de wedstrijd we hebben contact gehad met onze videoanalist. analyst Daar blijkt dat Mitchell Keulen achteruit stapt. Niels zich veel te gemakkelijk laat uitspelen op het middenveld. Nou, een beetje stap achteruit. Nou ja, goed. Met deze verdediging kun je eigenlijk ook wel verwachten tot dat niet vlekkeloos gaat. Alleen dat hoop je niet in het begin van de wedstrijd. Je hebt gekozen voor Tom Muiters. Uh, waarom? Nou, de keuze was door Robert Molenaar al gemaakt in overleg. Uh, nou goed. Uh, Tom uh, heeft tot nu toe uh, kijk, bij, bij kan die helemaal niks aan de vier doelpunten doen. Uh, tegen MVV redt hij ons, uh, vind ik. Uh, en vandaag heeft hij volgens mij ook weinig tot niks fout gedaan. Novakovic de deed niet zo slecht, moet ik zeggen? Nee, maar dat was tegen Dordrecht ook wel een bepaald beeld uh, bij de technische staf uh, die op dat moment zat. En die hebben de afspraak. Op de maandag uh, gemaakt. Voor, uh, ja, dinsdag is, uh, Robert, uh, uh, ben ik gekomen. En op maandag heeft uh, Robert het gesprek gehad met beide keepers. waarin hij koos voor, uh, voor Tom. En dat heb ik gewoon uh, ter kennisgeving aangenomen. Daar heb ik ook overleg over gehad. En toen vond ik op dat moment ook. Misschien wel een, 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 een logisch vervolg op dat wat, uh, wat tot, op de, tot op dat moment gebeurde. Los van het feit dat Rademir afgelopen week gewoon geblesseerd is geweest en uh, regelmatig de training heeft uh, laten we moeten schieten. Nu heb je gelukkig een paar dagen de tijd om eens even, de, even rust op rust te komen, laten we het zo zeggen. Nou ja, ik, ik zit wat anders in mekaar. Ik zeg altijd rust, roest. Uh, en in deze fase denk ik dat je zo vaak mogelijk met elkaar. Uh, uh, in gesprek moet gaan. Uh, los van het feit dat je, dat je, vind ik, ook gewoon moet trainen. Uh, en uh, dat gaan we de komende dagen ook doen.